ronkende trekkers in Lochem vandaag. En het zijn niet zomaar tractoren, want de een is nog duurder dan de ander. Ja, dat zit zo aan 2,5, 3 ton, denk ik. Ja, we drukken het nooit uit in geld. Op het moment dat je het zou moeten uitdrukken in geld en alle manuren en dergelijke zou moeten meenemen, dan kom je op een hoog bedrag uit. En ja, dat doen we, daar spreken we ons niet over uit. Je kunt er een paar mooie auto's voor kopen, laat ik zo zeggen. Een dure hobby dus, maar ook een warme hobby dit jaar. De organisatie moest alle zeilen bijzetten vanwege de hitte. Als je een kurkdroge baan kun je niks op en een heel natte baan kun je ook niks. En dus moesten er maatregelen worden genomen. Hebben we meer dan 200.000 liter water in de baan gebracht, gewoon doormengen en nog maar doormengen, tot we een goede samenstelling, dat de vochtgehalte goed is geworden, dat je er een goede run op kunt maken. Ja, dat is een aardige klus. De starttijd van 3 uur vanmiddag moest worden uitgesteld. Het publiek op de tribune werd geadviseerd voldoende te drinken. Gelukkig vermaakten de meesten zich prima. Hey, kan jij ook al heel hard of niet? Nee. Nee?